Nee, paniek, 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 grote god, wat gaat er gebeuren? Het is het, het, is het einde. Dat we dat toch nooit afleren, dat, dat paniekgedoe. Hè? Dat is toch zoiets <laughs> raars. Met hem. kunt u mij horen? Wat kunnen we leren van de geschiedenis? Daarover gaat deze podcast. En dat onderwerp is misschien wel actueler dan ooit. Want juist nu, in dit jaar... Herdenken wij het slavernijverleden. Dat begint op 1 juli, duurt tot 1 juli volgend jaar. Uh, in juni en juli gaan we daar meer over horen, want er komt ook een grootse opening. En er is natuurlijk die 2 miljoen van de Rijksoverheid, die beschikbaar wordt gesteld aan musea, archieven, maar ook aan particuliere makers die ideeën hebben om dat pijnlijke verleden op ons netvlies te krijgen, zodat we daarvan kunnen leren. En er wordt toch ook wel een beetje gekeken naar andere landen, bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten, waar ze in Washington een, een heel district eigenlijk hebben waar de geschiedenis van dat land verteld wordt. Ben jij daar ooit geweest? Ja, zeker. Ik heb wel denk ik alles bezocht wat je bezoeken kunt daar. Ook dat, uh, dat pand wat gaat over de, de zwarte bevolking, wat in 2016. Nee nee, 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 daar moet je vooral niet heen gaan. Er zijn er, zijn er twee, ik geloof dat is het. het... Het Museum of Black History, maar nog erger was de Indian History, dus de, de native Americans. Dat is één grote museumwinkel. Hoe je allemaal indianentooien kunt kopen en wigwams, en, opvouwbare wigwams, en ik weet al niet wat, dat is niks. Maar ja, je hebt in Washington een enorm leuke musea natuurlijk. Ik denk alleen al aan het uh, ruimte-, ruimte en luchtvaartmuseum. Air and Space Museum, ik weet niet precies wat het precies in dat naam is. Het ligt allemaal bij elkaar daar. Hè? En dat, uh, ja, dat ligt allemaal aan de mol. Precies. Het is toch ook dat pand waar je dus uh, binnenkomt, alsof je een schip. waar die slaven, of die tot slaven gemaakt, altijd op zaten. Daar ben ik nooit geweest. Dat is misschien nieuw, daar heb ik geen idee van. Het is in 2016 pas geopend door Obama. Dus ik denk dat ja, bij... ik ben sinds die tijd niet geweest. Nee. Ik weet niet wanneer ik voor het laatst geweest ben, 2012 of zo. Mm, ja. ja, mijn familie heb ik nog wel bezocht daarna, maar ik ben niet meer in Washington geweest. Ja. Ik... Ah, Washington is een hele fijne museumstad. Ik kan het warm aanbevelen. Ja. Dus dat zeg ik. Er zijn heel weinig Amerikaanse steden waar ze geen. Als wel al eens geweldige musea. Chicago, geweldige musea. Leuke stad ook. Allerlei opzichten. Beter dan zijn reputatie. Dit, dit pand uh, werd genoemd, waar je dus zeg maar binnenkomt alsof je onder een schip binnenwandelt. Uh, als uh, inspiratie voor Nederland, wat we nu moet met die excuses rondom het slavernijverleden moeten. Ah. Nou, het is wel goed zo zou ik zeggen. Nou ja, het moet toch beginnen hè, het jaar. Of het ja. is nu begonnen eigenlijk. Hè. Ja, je weet dat we zouden een historisch museum bouwen daar bij Arnhem en dat is allemaal slecht afgelopen. Maar nou, daar is best wel kritiek op. Dus laten we, van we dat, laten we dat allemaal maar niet doen. Ik ja, de... ben daar niet zo voor. Ik ben niet voor politiek ingestoken musea, van welke aard dan ook. Maar schijnbaar is dit pand in Amerika, wat dus als voorbeeld wordt genoemd, is geen museum. Je, ze laten dus ook zien, als je dus schijnbaar boven de grond bent, uh, uiteindelijk wat de zwarte bevolking heeft bijgedragen aan het land. Dus het is, het is meer een nou inspiratie. Ja, prima. Ik maak je het van aard toe. Maar dat wil niet zeggen dat ik een voorstander ben van een politiek ingestoken museum in Nederland. We hebben een eindeloze reisje gemaakt over dat ding in Arnhem. En toen bleek geloof ik de parkeergarage duurder te worden dan het hele museum. En ja, toen is het godzijdank allemaal afgeblazen. Ik zou zeggen, er zijn in Nederland ruim voldoende museale mogelijkheden om ons verleden, het unieke verleden van de Republiek, om dat te gaan bekijken. Dat de slavernij wordt doodgezwegen of zo, dat is allemaal flauwekul. Maar de excuses zijn nu gedaan. En nu komen de initiatieven natuurlijk om, om hier nog meer, dat heeft Rutte ook aangekondigd in zijn toespraak om hier ja. meer mee te doen nog. Bewustwording voor 200 miljoen, begrijp ik zou ja. zeggen. Besteed dat nou wat meer? Misschien kunnen we iets van het bewustwordingsgeld besteden. Aan het organiseren van een fatsoenlijke opvang voor asielzoekers in Nederland. Zodat we niet over 50 jaar. Excuses hoeven te maken voor de lamentabele opvang van asielzoekers in Nederland. Want dat is een zonderlinge paradox. Aan de ene kant, niet waar geven we excuses voor de verschrikkelijke dingen die we in het verleden hebben gedaan, die inderdaad heel verschrikkelijk waren, maar goed, wat ik van excuses vind, heb ik al uitgelegd. En tegelijkertijd laten we in een situatie beetterende wonden bestaan in het huidige Nederland, waar we misschien ook op termijn ook weer excuses voor moeten maken. Ze zeggen, doe nu iets aan waar we nu iets aan kunnen doen. In plaats van bewustwording. Bewustwording die is er al lang. Begonnen met slavernijverleden bij ja. je. Is dat zo? Ja, natuurlijk is dat zo. Behalve bij mensen die sowieso niet in het verleden zijn geïnteresseerd. Maar als je toch ooit iets hebt gelezen over het verleden, dan weet je toch dat slavernij een wezenlijk bestanddeel is geweest van vrijwel alle samenlevingen voor de. Dat de officiële slavernij is afgeschaft ergens in het begin van de 19e eeuw. En trouwens, daar staan nog steeds, zoals we allemaal weten, allerlei situaties die in ieder geval geen haar beter zijn dan de traditionele slavernij. Maar denk je dat mensen ook weten wat dat inhield, Dat uh, ja, denk ik wel, dat ze dat weten. En hoe erg het ook was. Ja, wie heeft nou niet die, die het boek over van onkel Tom gelezen, onkel Tom's Cabin? Ik, als kind al, onkel Tom's Cabin, lees het nog eens. Wat, wat is de, de conclusie van het boek? Nou, dat de slavernij geen lolletje was. Ja, dat snap ik, maar wat wordt het dan in ons omschreven? Ja, conclusie. Ik, 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 dat, dat, dat het nuttig is dat het afgeschaft is. Oh. Ja, dat moet je zien tegen de achtergrond van de ontwikkeling in de Verenigde Staten. Ja, maar dan ben jij bovengemiddeld geïnteresseerd in veel dingen. En, en heel veel andere Nederlanders interesseert het niet zoveel. Nee, dus moet je ze dan dwingen om zich wel te interesseren? Hoe ga je dat doen? Maak er maar een mooie TV-serie over. Die zijn dat toch wel geweest, of niet? Mm -hmm. Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat als, als je bewustwording aanstipt. dat je dan zegt. Ik ben niet gelukkig met, met, met de be bemoeienissen van de politiek. met het historisch bedrijf. Laat de overheid thuis of met zijn poten vanaf blijven. Ja. Dat zou ik zeggen. Dat is allemaal dan. dat krijgt allerlei prioriteiten. en, en nuances die, die er niet bij horen. Maar ik denk dat ik heb laatst uitgelegd wat een historicus te doen staat. En een historicus hoeft zich. Die, moet dingen onderzoeken, duidelijk maken, verklaren. Eh. Maar het is niet zijn taak om met een soort politieke zending het verleden te lijf te gaan. Dat leidt alleen maar tot ellende. Maar denk je niet dat bewustwording ook kan leiden tot een beter leven nu? Omdat nee, mensen... daar geloof ik geen bal van. Als nou die bewustwording, als, ik, maar voor mij mag het de bewustwording. als ze dan die ellende in dit, bij de opvang van asielzoekers gaan aanpakken. Dan pas bij je bewust van het feit dat je ook nu dingen doet die niet deugen. Maar als ik nou een zwarte collega altijd belachelijk zou maken... en ik zou een serie zien over het slavernijverleden en, en de gevoeligheden... zou ik me daar dan niet be beter in kunnen inleven en denken van... ik ga die mensen niet meer maken. Ik belachelijk geloof er niks van. Als jij die zwarte collega belachelijk maakt, geloof je sowieso niet. En dan ben ik ervan overtuigd dat ook allerlei bewustwording niks zou helpen. In jouw geval. Uh, dat denk ik helemaal niet. Die, uh, die gezellige twitteraars... Yeah. Van de witte kinderen, zal ik maar zeggen. Daar helpt, dat helpt niks tegen. Dus jij denkt niet dat. Als... Trouwens, bij al deze dingen, laten we dat eens even vooropstellen. Discriminatie om wat voor reden dan ook. Uh, identiteit, zwart, bruin, geel enzovoort. Is in de afgelopen halve eeuw sterk afgenomen. Dus dat bewustwordingsproces dat draait lang. Ik het heb uit? liever niet. Dat, dat het verleden in handen raakt van mensen die primair politieke motieven okay. hebben. Ja, ik, ik vraag me af of dat... Waar blijkt dat trouwens uit dat het is afgelopen? Uit de cijfers? Van? Nou ja, God, als, als je dat niet duidelijk is, dan zal ik nog... Ik heb net dat boekje gelezen van die zweet. Hè? Factfulness. Daar kunnen we best eens een aflevering aan wijden. Het is verbazingwekkend in hoe positief is in de wereld veranderd is in de afgelopen halve eeuw, kan ik je verzekeren. Dat wij dat nou niet weten en dat wij dat denken dat het precies omgekeerd is, dat alles erger is geworden. Dat we afkoersen op de totale ondergang en zo. dat is, heeft, heeft weinig te maken met de werkelijkheid. Weet jij hoe uh, het onderwijs is ingericht op dit uh, thema? Hoeveel aandacht is er voor het slavernijverleden op middelbare scholen? En misschien ook op de basisscholen Geen idee. Dat hangt denk ik heel erg af van de, van de individuele docent. Sowieso geschiedenisonderwijs is sterk afhankelijk van de kwaliteit. En de belangstellingen van de, van de zittende docent. Ja, maar het is toch een programma ook, wat ze zeggen? Het nee, is ook wel een soort programma, maar je weet dat we hebben in Nederland eigenlijk alle denkbare moeite gedaan de afgelopen 60 jaar. om het, het geschiedenisonderwijs zoveel mogelijk te marginaliseren. Ik geloof dat er nu ook weer plannen zijn om dat uh, verder te verminderen. Dat is natuurlijk ook de dubbelheid, hè, dat we allemaal deftige commentaar in de kranten, de geschiedenis, belangrijk. Rutte zelf is gedomme historicus en nou ja, kijk naar het onderwijs, vroeger was geschiedenis een verplicht vak en nu heb je van die, van, die, van, die, van die verschillende stromingen, hoe heet dat ook weer, de pakketten en je kunt zo een pakket organiseren waar geschiedenis niet in voorkomt, althans niet na de derde klas denk ik. Nee, wij, dat, dat, nogmaals, wij, wij spreken met dubbele tong in Nederland. Wij zeggen dat geschiedenis enorm belangrijk is. En we hebben het in het onderwijs gemarginaliseerd. Maar dit is misschien ook nog Omdat een Omdat we, we duizend en één dingen belangrijker vinden dan geschiedenis. Ja. Behalve als het politiek ingestoken is. Maar dit is misschien ook een ideetje hè, om de bewustwording hier nog wat op te krikken. Door wat geld te geven aan het slavernijverleden. Nog duidelijker uitleggen in de kans. Nou, nee, niet, niet één onderwerp, de hele geschiedenis. He, je moet ook enorm oppassen dat je dingen niet uit, uit, uit het grote verhaal van de geschiedenis tilt. Niet waar? En, en, en speciaal in het zonnetje zet is geen toneelvoorstelling. He, het, is, het, is een, het, is, het is een breed toneel wat volledig in het licht gezet moet worden. Je zult toch trouwens niks begrijpen van slavernij als je niet laat zien, niet waar, hoe de geschiedenis van het afgelopen halve millennium in elkaar is. Want wat is de link dan daartussen? Nou, natuurlijk de Atlantische slavenhandel... de ontdekking van Noord- en Zuid-Amerika... En, en de producten die we daar zijn gaan verbouwen. En daarmee hangt dat allemaal samen. Omdat die indianen die gingen dood omdat ze griep kregen... en die kwamen bovendien uh, slecht bestand tegen werkdiscipline en zo... vandaar dat ze dus uh, zwarte slaven uit, uit Afrika zijn gaan importeren. Hm. Ik las trouwens dat heel veel landen ons eigenlijk al voor zijn gegaan... ook met die excuses. He, Brazilië is ook al veel... Ja, wij weg. waren niet snel... Nee. Zoals je weet zijn we nooit zo erg snel. He? Was het ook weer een bekende, ja, eeuwig cliché. Het was niet Heinrich Die zijn van ja, het is heel fijn dat Nederland bestaat, want er be gebeurt alles 50 jaar later. Hmm. En... Dat is ook weer niet waar trouwens, maar goed. Nogmaals, het, het verleden is breder dan dat alleen. En en het alles. Politiek, de politisering van het historisch onderzoek, daar ben ik ronduit tegen. De stapsubsidie, ben je daar ook tegen? De wat? De stapsubsidie. Ik weet niet wat dat is. Ja, daar is veel over te doen geweest. Follow the money heeft dat weer geagendeerd. De stapsubsidie kun je als Nederlander, jij ook, kun je aanvragen als jij ja, je wil verbreden, als je iets wil leren. Het gaat over het le le leven lang leren, het leven lang ontwikkelen. Oh. En dan kun je duizend euro subsidie van de overheid krijgen om een cursus of een of een, nou ja, een, een leerproces naar jouw eigen voorkeur te volgen. En hoe wordt het dan getoetst of je ook serieus een cursus volgt eh, van die duizend piek? Nou, je moet dus het afnemen bij iemand die officieel ergens geregistreerd staat. Oh, zodat wist. ze dan wel weten dat het officieel klopt. Als ik het zo beluister, zou ik zeggen: schaf die subsidie zo snel mogelijk af. Maar eh, ik, ik heb er geen kijk op. Dus, eh. Je hebt er niks over gelezen? Nee. nee. Ik wist helemaal niet dat het bestond zelfs. Ik denk dat het sowieso handig zou zijn om, om al het hele subsidiesysteem met enige regelmaat door te lichten op, op zijn effectiviteit. Ik denk aan die subsidies op die eerste Tesla's. Niet waar? Allemaal miljonairs die zo'n ding hadden gekocht. En die kregen dan ook nog eens een enorme klapsubsidie. Het heette niet voor niks de miljonairsubsidie. Is nu in Nederland toch al ruim 10% volgens mij van de auto's die nu opnieuw gekocht worden, zijn elektrische autos. Maar ja, nou is iedereen die in Nederland een nieuwe auto koopt, die moet ze geestelijk na laten kijken, natuurlijk. Je Moet natuurlijk een tweedehands auto kopen. De auto's kunnen tegenwoordig een hele tijd mee. Het zijn hele solide ja. dingen geworden. Dus doe dat. Koop geen nieuwe auto. Ik las wel dat echt. Het zijn allemaal lease uh, maatschappijen die dat doen. We hebben wel schijnbaar het oudste wagenpark van West-Europa. Nou prima, dat betekent dat wij een fijn zuinig volkje zijn. Ik juich het van harte toe. Stel je voor dat je zo'n fijne Volvo stationcar hebt. Die weet ik, als je hem goed, als je hem uh, tijd door laat smeren. Uh, je doet er niet al te gekke dingen mee. Je kan ze dingen een kwart deel mee. Dus waarom niet? Het is enorm gespreid in Nederland. Ja, vroeger had je natuurlijk een hele sterke dominantie van... Uh, eerst had je de Volkswagen Kever natuurlijk. En toen kregen we de Kadett 4. En de open Record, maar dat de Opel is eigenlijk. Eh, ze heeft zijn dominante positie op een goed moment al, al vrij snel verloren. Ja, en het Volkswagen concern maakt zo ontzettend veel totaal verschillende auto's. Dat ze natuurlijk eigenlijk bijna altijd de grootste leverancier van auto's zijn. Ja, hoeveel merken zijn het niet, als je het allemaal even bij elkaar optelt. Waar is het Opel eigenlijk met de fabriek? Ach, er zijn meerdere fabrieken in, de, in Duitsland, maar heel Opel is overgenomen. Door het, door het uh, Citroën Peugeot Concern. Hmm. Dat is een hele wonderlijke zaak. Als je dat zou hebben voorspeld in de jaren zestig, zou iedereen je voor gek verklaard hebben, maar dat is wel gebeurd. Uh, omdat ze natuurlijk, ja, iedereen probeert natuurlijk toch een zo, zo groot en divers mogelijk productiebestand te hebben, omdat je op moet boksen tegen, tegen die, die, die paar giganten die er zijn. En dat is het Volkswagen concern natuurlijk, en dat is het Toyota concern. Ja. En, dat zijn de, en dan ja, General Motors, maar dat, dat is niet zo zichtbaar hier in Nederland, maar dat schijnt met China erbij. En zijn dat de drie grote in de, in de wereldproductie? Mm. Een ander verhaal gaat over uh, Europa. Daar wordt Zweden nu de nieuwe voorzitter. Hè? En die ja, hebben dat natuurlijk, ik, ja. Die hebben een centrumrechtse uh, regering nu. En ze nemen het over volgens mij van Tsjechië, die het het afgelopen half jaar hebben gedaan. En het komende half jaar ja, mogen zij zich er tegenaan gaan bemoeien. En dat is toch ook een uh, ja, positie met veel macht. Ja, dat, nou, doen, dat en... valt wel mee. Je moet toch wel. Nou, het hangt ervan af of je eigen macht groot is. Je moet iedereen begrijpen. Het maakt op een enorm krijgen. groot verschil of Duitsland een half jaar voorzitter is. Of dat uh, Malta een, jaar voor, een half jaar voorzitter is. Dat begrijp je wel. Uh, die kleine landen hebben vaak ook niet het apparaat om hun macht daadwerkelijk te laten. Uh, hoe het effectief te maken. Ja, bovendien gaat dat voor een belangrijk gedeelte natuurlijk in samenspraak met wat de commissie uitspookt in, in Brussel. Dus ja, het hangt er wel echt van af wie, wie precies die, die voorzit, dat voorzitterschap heeft. Zeg heeft het volgens mij goed gedaan. Tenminste, ik las dat de recensies daarover best wel positief zijn. Ja, het hangt er. je moet deskundig personeel hebben, je moet weten waar je het over hebt. Uh, het zijn vaak ingewikkelde dossiers die, die lang, lang lopen. Dus ja, uh, veel hele echte kleintjes die, die hebben vaak natuurlijk niet het apparaat om dat, om dat waar te maken. Ja, maar of je nou klein of groot bent, je moet wel een rol spelen in iedereen met de neus dus ongeveer dezelfde kant op te krijgen. Ja. Dat is toch je taak als voorzitter. Ja, maar goed, dat uiteindelijk beslist natuurlijk niet de commissie of, of het land wat, wat tijdelijk voorzitter is. Maar uiteindelijk beslist de raad natuurlijk. Hmm. En daar zien we eigenlijk dat dat... Ja, dat dat wel werkt onder, als onder noodomstandigheden, maar nou ja, misschien zou de positie van de raad en ook natuurlijk de, de, het veto-recht in die raad, dat zou misschien wel wat afgezwakt kunnen worden. Een migratiedossier, dat ligt ook uh, eigenlijk stil. Hè? Dus daar ja, is... daar kunnen we het niet over eens worden. Thijs natuurlijk, wel uitgesproken nu over met deze nieuwe regering. Dus die kunnen daar misschien nog wel wat. Uh... Nou, ik geloof niet dat het al te dramatisch is. Maar natuurlijk, die, die zeer ruime toelating, daarvan zijn ze enorm teruggekomen. Hmm. En ja, waarom zijn ze daar enorm van teruggekomen? Omdat ze uh, uiteindelijk die mensen heel fijn en hartelijk uh, binnen hebben gelaten. En vervolgens aan hun lot over hebben gelaten. Met alle verschrikkelijke gevolgen van die. Als je zoveel mensen binnenlaat, zul je structurele maatregelen moeten nemen. Om die mensen te integreren in de samenleving waar ze in terechtgekomen zijn. Maar je ziet dat dat overal grote problemen geeft. kan aan maken met het rare beleid wat ze daar voeren. Eh. Maar het kan best. Ik kijk naar het enorme verschil tussen de Oekraïnse vluchtelingen in Nederland en de vluchtelingen die van elders komen. Eh. Bij de Oekraïners hebben we ze met opa en ontvangen en allerlei speciale rechten toebedeeld. En die zijn voor driekwart, als ik het goed begrepen heb, betaald aan het werk geraakt. Ja. Dus dat is een immens succes geworden. Bovendien heb je nog bij de Oekraïners zo'n gereden kans dat als het conflict op zijn eind loopt, dat ze weer teruggaan. Dat denk wel, ja. Een deel daarvan zal ongetwijfeld teruggaan. de familie zit daar nog, hè? Een deel zal denken: nou ja, zo'n fijn, veilig, schatrijk land als Nederland. Ook niet gek. Om mijn kinderen op te laten groeien, natuurlijk. Dat zal in de Oekraïne toch. Dat zal ook moeilijke jaren hebben als het afgelopen is, het conflict. Dus ik weet niet of ze allemaal... Maar goed, het geeft wel aan hoe verschillend je de binnenkomenden kunt behandelen. Overigens oh, waren heel interessante cijfers demografisch. Natuurlijk voor het eerst waren er in Nederland meer mensen doodgegaan dan geboren. Dus je ziet ook natuurlijk dat we, als we ophouden met die immigranten... dat in een vrij hoog tempo de bevolking gaat krimpen. Dat zal nu niet het geval zijn... Maar we hebben die mensen wel nodig, ja. De spanning op, die, op de hele, in heel Europa is het probleem op de arbeidsmarkt natuurlijk dat er gigantische tekorten zijn. Trouwens ook in de Verenigde Staten eigenlijk. Ja, maar is dat zo erg als de bevolking krimpt? Dat nou, is voor die tekorten niet goed, maar voor het, voor het milieuprobleem is het wel goed. Ja, daar is het misschien wel goed voor, maar je zult toch ook je productie op pijl willen houden. Ja, en is dat, en je dat zult, nodig? Bovendien heb, zit je met een gigantisch probleem in alle westerse samenlevingen, nietwaar. Is een overschot aan oude mensen. Ik ja. weet niet wat je opgevallen is, maar jij zit elke week in de auto met een hoogbejaarde man. Het is een godswonde dat hij zelf nog wankelend naar deze auto kan komen. Maar je weet zelf hoe moeizaam hij weer uitkomt na 2,5 uur. Ja, dus dat, en ik ben de enige die dat kan ik je verzekeren. En dat, 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 die, dat vergrijzingsprobleem dat is gigantisch groot ze ook, uh, hoort het, China wordt ook, uh, wat dacht je van Japan, daar nou, is het nog ernstiger. Ja, daar proberen ze ook te verbloemen, hè, dat productie Ja, daar zien zie gaat. aan dat die demografische ontwikkelingen, dat die in hoge mate bepalen wat je, waar je met je samenleving heen gaat. Ja, in Japan, uh, volgens mij, maken ze de, de waarde van de munt, maken ze iedere keer stap voor stap iets, iets minder waard, om maar de productiviteitsval door die vergrijzing te uh, camoufleren. Ja, kijk, zij zijn een eilandenrijk. Dus ze, hebben, ze kunnen houden, alle immigranten, houden ze buiten de deur. En ja, ze zijn enorm eh, allergisch daarvoor. Bij ons is dat, in Europa is dat een stuk lastiger om ze buiten de deur te houden. En ja, denk aan Engeland, want nu gaan ze allemaal op bootjes. Op bootjes naar Engeland. Hé, hey, maar als we minder mensen krijgen, uh, dan hoef je toch ook uh, voor minder mensen te produceren? Dus dat, dat dat dan... Ja, op den duur wel, maar uh, voorlopig uh, denk ik ja... Zie je dus. Aan de, aan de, wat dacht je van de verzorgende sector? He? Wat dacht je van het onderwijs? Wat dacht je van al, al die dingen, al die plaatsen waar gewerkt wordt, maar waar niet bijvoorbeeld de automatisering eh, spectaculaire kosten, kostenbesparingen kunnen worden behaald? Ik zag trouwens gisteren weer beelden. Ik ben er dol op. Ik kan er een half uur naar kijken. Dat was van een nieuwe, de nieuwe fabriek van Volkswagen in Hannover. Als ze die elektrische bus bouwen, het is fantastisch om te zien. Het is echt fantastisch om te zien. Dus die nieuwe VW-bus bouwen. Ja. je? Ja. Hoe dat ik in dat hele eerste, zeg maar de eerste 80% van het productieproces, daar komt geen mensenhand aan te pas. Het zijn zulke prachtige, complexe constructies. Dan begrijp je eigenlijk pas iets van de industriële samenleving. Ja, zo heel veel dingen zijn er niet op die manier te automatiseren. Hè? Dus dat je dat je zo'n zo fijne robot hebt, die, die, die ook voor twee bejaarden kan zorgen, dat heb je niet. Jij komt wassen. Ja, precies. Je moet er niet aan denken. Het is al heel moeilijk geloof ik, om robots te maken die, 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 laten we zeggen, in de tast precies weten hoe je hoe je dat je die te hard moet knijpen, bijvoorbeeld. Dat is heel lastig, dat kalibreren dat van. Het is voor, voor een robot is het gewoon enorm lastig om een boterham met pindakaas te smeren dus ja, we zitten met een groot probleem het vergrijzingsprobleem voordat je weer van die bult af bent van die, van die babyboomers dus ja, dat, dat is deels op te de, en, en wij, ik begreep uit de krant ben nou vergeten waar, zoals gewoonlijk eh, dat wij heel weinig gestuurd hebben op immigranten eh, kennisimmigranten eh, dat, dat zouden we ook wel eh, Laten we daar eens wat beter op sturen. Laten we dat ook wat, wat bevorderen. Minder moeilijkheden veroorzaken. Ik meen dat de AZML nog wel eens geklaagd heeft over al die arbeidsvergunningen. die ze moesten aanvragen voor die mensen waar zij niet zonder kunnen. Maar ja, toch sowieso is die angst voor immigranten. dat blijft natuurlijk een wonderlijke zaak. Ik ben benieuwd hoe ze dat nu in Zweden dus gaan uh, mee omgaan. Omdat ze... Ja, in Zweden zijn ze tekortgeschoten in de nabehandeling, om het zo maar te zeggen. Ja, als je dat dus niet doet, dan, dan krijg je dus ja, een soort van ghetto's. Waar die. Waar, waar die, waar die, van, die, van, die van die immigranten die niet of, of, of heel weinig werk hebben. En die dan. Ja, dan deed zich allerlei wonderlijke bendevormingen. Bendeoorlogen deden zich daarvoor. Met als gevolg natuurlijk dat, dat die zaak volledig afgeknapt is. Hmm. Het gasprobleem lijkt zich ondertussen ook redelijk op te lossen. Ja, interessant toch? Had ik dat niet al gezegd? Een tijdje geleden, dat die prijzen tenslotte gewoon weer zouden normaliseren. Ja, dat heb je inderdaad uh, gezegd, dat klopt. Ja. Nee, paniek. PANIEK! PANIEK! GROTE GOD! Wat gaat er gebeuren? Het is het, het, is het einde! Dat we dat toch nooit afleren, dat, dat paniekgedoe. Hè? Dat is toch zoiets <laughs> raars. Ja, die prijzen du zijn dus in binnen een jaar zijn ze weer terug op het oude niveau. Zacht... Ik niet, niet, geloof niet zo goedkoop als het Russische gas was, maar in ieder geval zijn de prijzen terug naar een redelijk niveau. Zachte winter natuurlijk hè, Noorwegen ja, die ja, mee helpt. Ja, als held. je kijkt zeg, het is wat. Weet jij wie de tweede uh, leverancier eigenlijk is van gas na Noorwegen? Ik weet niet, ik denk de Verenigde Staten of zo? Nou, Algerije wordt schijnbaar genoemd. Daar zijn ze ook flink aan zaken mee. de Golfstaat Staten, god, ja, Iedereen ja, die ja, olie heeft, heeft meestal ook wel, ook wel gas. Maar al, Algerije is schijnbaar de nummer twee. Ja, maar Algerije levert aan Spanje en zo, toch? Er lopen twee leidingen, en waar volgens mij. Maar ik begreep dat de, de pijperij van Spanje naar Noord-Europa dat die helemaal niet op orde is. Nee, klopt. Er lopen inderdaad uh, een paar leidingen onder de Middellandse Zee naar Italië en naar Spanje. En die, uh, maar die, die lopen niet naar het Noorden. Nee, dus dat is wel een probleem. Goed, dat, kan, uh, dat ja, duurt natuurlijk lang voordat je dat op orde hebt. Dat is het. Je moet dus een nieuw... Nou ja, dat is de hele zaak waar we nu mee bezig zijn. Dat we dus nieuwe... Die bepalen moeten ontwerpen voor de, ont, de levering van energie. Maar, energie is te zat, dat is het probleem niet. Ja, maar ik begreep dat die president nou heeft gezegd: wij willen, volgens mij leveren ze nu 15% van wat wij nodig hebben, komt uit uh, Algerije. En ze willen naar 30% toe, heeft die president van dat land gezegd. Nee, nou ja, maar flink... mag het? We hadden het graag aan de technici over. Ja, en 40% heb ik begrepen, komt, kwam uit Rusland. Nou, als je toch al een verdubbeling hebt dit jaar, dan zit je, en je hebt Noorwegen nog erbij, dan zit je toch een. Zeker, relicat. en dan hebben we natuurlijk nog, weet het eh, gas uit de Verenigde Staten, ja, we precies. zijn bezig met een tweede terminal te bouwen. Je hebt gezien dat de Duitsers ook lekker aan de terminals bouwen, eh, zodat je ook een soort buffervoorraden kunt aanleggen. Eh, met dit weer kunnen komen, we begrepen, kerst dit nog even doorduurt tot het eind van de maand, en dat schijnt zo te zijn, als ik de KNMI mag geloven. Nou ja, dan komen we makkelijk deze winter door. Kun je nog maar een koud weekje hebben in februari, natuurlijk. Denk aan vorig jaar, weet je het nog? Ja. Net denk je van, ah, oh, de lente komt eraan. Baf, kijk, als zo'n week. Niet waar dat je, oh, wat verschrikkelijk. We <laughs> als bejaarden hebben iets voortdurend koud. Dat is ook zoiets geks. Ik kan me helemaal niet herinneren dat ik het als kind koud had. Totaal niet. Terwijl, wat hadden we nou voor verwarming? We hadden een kamer met een kachel erin. Het hele huis was koud. Met de bekende ijsbloemen. scheppen, De hele wereld van, van de jaren 50, zou ik nou maar zeggen. Zo kom je maar, ook wel van die boemers af, hè? Streng wintertje. Ja, dat scheelt enorm in de sterfte. Hè? Fors, kan het fors schelen? Sowieso dacht ik dat veel oude mensen de winter... De winter is moeilijk voor de, voor de oudjes. Ja, zo is het. Ja, dat hebben we allemaal wel. Sorry hoor, we hebben het allemaal makkelijk. Gewoon aanzien komen. Demografie kun je namelijk voorspellen. Je weet hoeveel mensen er zijn en je weet hoe oud ze zijn. En je weet gewoon al hoe oud ze ongeveer zullen worden. En dan zijn mannen die hebben wel een soort, soort extra speurtje gedaan. Maar, maar je kunt het allemaal aanzien komen. Dus het idee dat we plotseling verrast zijn. Paniek. <laughs> Wij zitten met allemaal oudjes en wat nu. Dat is ook flauwekul. Je kunt het van tevoren organiseren. Als je goed geprepareerd bent. Ja, ja maar dan hebben we dat probleem met uh, dat Russische gas? Dat hebben we dan toch best wel goed opgelost. Als dit allemaal natuurlijk moet nog uitkomen. Maar dat is dan wel op zich goed voor elkaar. Ja, Nou, als was ook een reden voor paniek. Nee. Ik las een verhaal dat Lubbers. Nou, in zijn regeerperiode. plannen had om in de, in de Eemshaven in Groningen. ook al gas uit Algerije te halen. maar dan per schip. om dat daar op te slaan. Dat kan ook. En uiteindelijk is dat niet doorgegaan, omdat bleek dat via een uh, pijpleiding is het toch wel goedkoper. Nee, maar dat dat stukken goedkoper is. Ja. Ik heb er verder geen verstand van, maar dat moet je aan technici vragen. Er is natuurlijk een enorme wereld van technici die voorziet in onze energievoorziening. Zij het dat die in allerlei opzichten. We hebben in de tijd ook alles aandacht besteed aan het elektriciteitsnet. Toen ik mij verbaasde over het feit dat daar kennelijk veel te weinig in geïnvesteerd is in de afgelopen kwart eeuw. En toen had ik hem gezegd: dan had je het maar niet moeten privatiseren. Maar het net is natuurlijk niet geprivatiseerd. Het net is nog van de overheid. En wordt geëxporteerd door diverse exploitanten. Maar dan is het nog weer ernstiger, want dan heeft de overheid daar dus niet voldoende geld in gestoken. Dus als jij nou een windmolen op je, op je appartementengebouw zet. en je denkt: fijn. Dat gaan we terugleveren aan het, aan het mag over. Niet, maar goed, gaan we terugleveren aan het net, dan kan het niet. Omdat het net eigenlijk voortdurend op de rand van overbelasting is, of althans in sommige delen van het land. Dat je ook denkt: hoe is dit nou toch mogelijk? Wat, wat voor een wonderlijke struisvogelsamenleving zijn we eigenlijk. Dat je, dat je, ook, dat je kennelijk ook over de middellange termijn helemaal niet goed na hebt gedacht. Maar wat vind je er dan gek aan? dat het er niet in geïnvesteerd is en wat je had kunnen zien aankomen dat bij verder elektrificering van de samenleving dat dat een probleem zou zijn. Maar op het moment dat ze dat natuurlijk hebben aangelegd was dit speelde dit nog helemaal geen rol. Nou niet? ja, denk aan al die, die servicecentra, niet waar? Die, die enorme dat die, die van al, al die diverse Amerikaanse bedrijven die vreten elektriciteit op stadsniveau. Ik bedoel een, die, die, die gebruiken elektriciteit op het niveau van een gemiddelde pro, provinciestaat. Ja, dan moet je toch beseffen, van, Ja, wacht nou eens even. Was dat niet in Flevoland? Waar met de bouw van dat servicecentrum. <laughs> de hele extra capaciteit van al die windmolens daar. Als ze dan niet al niet omwaaien natuurlijk. Eh, eh, benut zou worden. Dat je ook denkt, denk er nou toch eens over na. Dus ik ben... Ik zal wel, mijn, mijn leven bestaat uit het feit dat ik altijd verbaasd ben geweest over vrijwel alles. Ja, ik kan me hier wel nog voorstellen dat je dit op een moment aanlegt, dat, dat de kennis toch nog anders is en dat je die vooruitziende blik nog niet hebt. Achteraf is het natuurlijk makkelijk lullen. Achteraf is het altijd makkelijk praten natuurlijk. Maar we hebben die mensen die over deze systemen gaan speciaal gehuurd en die betalen we ook na van hand om te zorgen dat die systemen in orde zijn. En of dit nu te wijten valt aan lokale autoriteiten, provinciebesturen of gemeentebesturen, dat weet ik niet precies. Dat zou je dus moeten uitzoeken. Maar dat, het, dat we ernstig tekortgeschoten zijn, lijkt me nogal vrij evident. Of, of al die bruggen die, die in feite half op instorten staan. Het is er niet een systeem waarbij dat gewoon systematisch, structureel gecontroleerd wordt hoe dat zit? Zodat je niet, oeh. Even niet op hadden gelet, dan was er was een brug ingestort bij zoekte meer. De Nelson-Mandela-brug bedoel je? Ja, ja. ja. oké, okay, de Nelson. Ja, Mandela zou zich omdraaien, zijn graf. Dat is ook een waardeloze brugnaam genoemd. Of van die. Ja. Steve Bikoplein, dat, dat, dat soort van dingen. Maar um, ja, je moet het ergens aan noemen, laten we wel wezen. Dat is wat duidelijk. Hoewel je natuurlijk ook eh, gewoon je straten een nummer kunt geven, als je dat wil. He? Um, ja, dus ik vind dat wel gek. Ik ben, ben vaak enorm verbaasd. Ja. Van de, de volstrekte onredelijkheid van mensen. Ik bedoel, of dat nu Poetin is of, of, of die Amerikaanse politici. En dan zie ik ook zo'n plaatje allemaal van die, van die dikkere mannen van, van ergens, van, van, die, van die 50 plus. En dan denk je, hoe is het godsmogelijk dat deze dorpsidioten. Niet waar, ingehuurd zijn om het, het belangrijkste land ter wereld te runnen. 1974 was het trouwens, dat Lubbers dat idee over dat gas had. Uh... Ja, trouwens heb je nog gezien al die, die leuke dossiers die over de jaren 50 en lunch en zo die uh, door de NRC onthuld zijn. zijn dat, is dat ook wel uitkomt ja, dat er ergens dat is een omdat schat omdat lag? Dat nu 75 jaar geleden is en nu wordt dat allemaal, uh, mag dat allemaal geopenbaard dus worden. Dus keer per jaar dat dat geopenbaard wordt. Ja, die wordt, toch? blijkt dus een mega oplichter te zijn geweest. Met, met, met geld, wapens gekocht voor Portugal. Eh, duistere transacties eh, naar de Hoeren. Het is eh, dat je denkt: huppakee, het is ongelooflijk werkelijk. Eh, wie had dat nou gedacht van lunch? Ik niet hoor, moet ik je zeggen. Hij is ook nog eh, secretaris-generaal van de NATO geweest. Wat vind je ervan dat het één keer per jaar eh, maar eh, openbaar wordt gemaakt? Waarom niet eigenlijk altijd? Gewoon als het er Nee, er zit gewoon een termijn op. Hmm. Dus op sommige dingen zit de termijn van 25 jaar, ik zou zeggen kabinetsnoodduelen. En er zijn sommige dingen die kennelijk uh, de, de, de privacy uh, raken. En daar zit dan geloof ik 75 jaar op, als ik het goed heb begrepen. En het zijn dus ook zaken die journalisten niet eerder ontdekt hebben? Nee, het was een, hele, een heel overzicht, maar ook ze maar, onze minister van VVD, minister van Buitenland... Uh, Binnenlandse zaken, hele rare contacten met criminelen en zo, dat je denkt, hoe is dit mogelijk? En dat je toch het gevoel hebt dat dat tegenwoordig toch minder makkelijk zou kunnen. Dat je, dat je tegenwoordig toch sneller tegen de lamp loopt omdat de, de onderzoeksjournalistiek actiever is geworden. Maar ja, ik zeg dat nou, hoopvol, maar ik weet niet of dat daadwerkelijk zo is. Maar is het dan ook zo dat over tientallen jaren uh, dossiers over Rutte naar buiten kunnen komen? Ja, wie weet. Als het op dit niveau is, dan, dan moet Rutte de meest gruwelijke dingen hebben gedaan. Wat ik over ze helemaal niet denk. Dat denk ik helemaal niet. Maar bij deze man dacht je het ook uh, niet. Rutte is iemand die te goede trouw een hoop ellende heeft aangericht. Het is geen, het is geen slecht mens of zo. Kijk, kijk Luns was gewoon een, een reactionaire oplichter. Een leugenaar bovendien. Ja, maar volgens iedereen een heel bekwame minister van Buitenlandse Zaken. Laat, laat ik ervan uitgaan dat dat dan misschien zo was. Hey, het prijsplafond, wat vind je daarvan? Nou, ik moet zeggen, ik heb begrepen. Eerst was iedereen blij over het prijs, prijsplafond. En toen zei iedereen dat het het meest waardeloze prijsplafond was van, van, van de hele wereld eigenlijk. En nu begrijp ik dat het, dat het niet bijzonder is, maar redelijk is. En ...dat het gedurende enige tijd zal doen wat het moet doen. Ik zelf heb me er nog niet druk over gemaakt, eerlijk gezegd. Maar ja, ik ben natuurlijk niet iemand die... Ik, volgens mij, het is toch tot een bepaald niveau van gebruik. Dan word, word je beschermd door het prijsplafond en daarboven niet meer. Klopt, ja. Nou, mijn bestaan speelt zo'n grotendeels daarboven af. In die tochtfabriek. Niet waar. Ja, je woont in een keurig huis in een keurige buurt, maar het is wel een tochtfabriek. Maar hou jij in een appje een beetje bij hoe je verbruik is? Nee hoor, dat kan mij maar een bal schelen. Ik zeg, ga me niet over toppen. Ga je maar zitten toppen. Ja, dat moet je niet doen. Dat is gewoon niet verstandig. Maar jij weet dus ook niet hoeveel je verbruik daar is. Dat moet je toch af en toe wel opgeven? Of, uh... Ik gebruik aan gas. Dat uh, zei ik al, het was voor drie jaar vastgelegd. Maar goed, dat is ruim 400 in de maand aan gas. Dus zeg maar, het is uniek. Uniek veel. En ja, dat heb je ervan als de wind dwars door je huis heen blaast. Ja, dat is dus op jaarbasis, nou ja, reken maar uit. Ja, dat zijn behoorlijke bedragen. Kijk, er stopt nu een speciale auto bij mij voor de deur. Think Green staat erop. Ja, ja. Zie je dat? Ja. Nee, dat, is, dat is een boodschap van boven. Ja. Nee, ik, sorry, ik top daar niet over. Ik kan me permitteren om er niet over te toppen. En elektriciteit? Ik heb geen flauw idee. Echt geen flauw idee. Ik moet zeggen dat ik door de hele sfeer, heb ik al verteld, ik heb zo'n bijverwarming op mijn studeerkamer en Ik denk van, oh, kan ik dat nou wel aanzetten? Zet ik het ook zodra ik weer iets anders ga doen of weggaan, zet ik het even uit. Maar goed, ik, ik ga daar niet verschrikkelijk over toppen. Die minister in Algerije was ook niet blij hè, met dat prijsplafond. Die zei dat het een verstoring van de markt was. Ja, dat was iedereen's verwijt dat het een verstoring van de markt was. Maar nou moet ik zeggen, als je die markt zijn gang laat gaan. dan komt het erop neer dat ESSO 36 miljard per kwartaal gaat verdienen. Dus daar ben ik nou niet zo enthousiast over. Ik ben er echt voor dat die lui wel gepakt worden met die, met die enorme extra winsten. En kartelvorming vindt ook nog wel eens plaats. Ja, de Big Seven had je voeren. dat was allemaal een handje klappen onder elkaar. Het zal nu ook wel zo zijn, denk ik, maar ik eh, weet niet precies hoe die markt in elkaar zit, die energiemarkt. Dan zou je echt eens eh, een echte deskundige moeten raadplegen. Hallo, uh, graag komen we in contact met jou Maarten voor een mogelijke deelname aan het nieuwe programma Château Provence. Château Provence wordt geproduceerd door het voormalige productieteam van Villa Velderhof... en het staat onder leiding van regisseur Martin de Vries... en het betreft een samenwerking met de Franse spoorwegen, de Thalys en de TGV. Kun je, kun je mij terugbellen? Lisa Luimus. Stuur het me maar door, zal ik. Château Provence. Ja, ik moet er niet aan denken dat je, dat je dan weer met zo'n andere bekende Nederlander... in zo'n huis moet zitten ochtends bij het ontbijt en zo en ik herinner me altijd dat je die vindt nou toch die van het dak van het Hilton gesprongen is helemaal brood en mijn brood die dan in een bad zit en door die door die mevrouw van het leger de cijfers gewassen wordt dat is voor mij altijd een soort van soort van verschrikkelijk beeld geweest dat ik daar in welk programma was dat en villa vulda oké ja dat je denkt, god, waar ben ik blij dat ik, daar niet, dat ik daar niet in zit. Maar misschien moet je dan zeggen, ik kom wel, maar als ik de enige gast ben. Bijvoorbeeld, ja, je kunt, uh, mijn, mijn ervaring is dat je, als je condities conditie stelt, dat ze meestal wel erop ingaan. Maar nogmaals, dit lijkt mij uh, voorlopig... Uh, Bo heeft ook zo'n programma, hè, dat hij naar... Uh, zeker, daar heb ik ook wel eens een paar minuten van gezien. En dan kan je me verzekeren dat ik niet de geringste ambitie heb om op wat voor manier dan ook aan aandeel te nemen. Giel Vos was ook de gast in een van die afleveringen. Ja? Die moest toen weer terug, moest hij, midden in de nacht moest hij daar dat, uh, die villa uit om... Uh, want daar zaten ze nou op, Sicilië of zo. Die moest heel ja, vroeg... Weer. Dood. Ik heb geen idee, ik heb uh, geen enkele ambitie. Ik heb sowieso al weinig met de mediterranee, dus nee, ik ga dat niet doen. Wozniak is zeker bekend. Iedereen die iets van intrinsieke interesse heeft in de ontwikkeling van de ICT in de 20e eeuw, die kent Wozniak. Omdat jij je afvroeg van, zijn er wel mensen die Wozniak kennen, zegt Jeroen Hut. En daar hebben we nog meer reacties over gekregen, zag je. Ja, maar kijk, de hele wereld weet wie Steve Jobs is. En hij zit die meneer zegt het al, als je geïnteresseerd bent in IT en in de geschiedenis van IT, dan weet je wie Wozniak is. Maar mijn stelling is nou juist dat je dat niet weet. En dat je wel weet wie Steve Jobs is, maar niet weet eh, wie Wozniak is. Maar goed, het doet er ook niet zo verschrikkelijk veel toe. Dan uh, Johan uh, Potters uit Gorkum, die zegt een fijne jaarwisseling. Uh, even kijken, net zoals Maarten ben ik uh, een groot liefhebber van Texel. Zou Maarten eens wat kunnen vertellen over de Georgische opstand op Texel? Ach, wat een drama is dat, zegt Edwin. Dat wil ik wel eens een keer doen. Er is overigens een hele leuke documentaire over gemaakt. Die zou die eerst eens even op moeten zoeken. Er worden ook nog heel veel uh, uitvinders uh, Doorgestuurd. Zijn er nog bepaalde uitvinders die je op het lijstje hebben staan? Tesla sowieso dus. Ja, ik doe Tesla nog even. Ook in zijn ambivalentie tussen briljantie en gekkigheid. Daar moet wel aandacht aan besteed worden. Eh, laten we zeggen, ze waren wel wat schroefjes los aan Tesla. Dat is overigens wel duidelijk. Ja, <laughs> uitvinders, we kunnen allerlei uitvinders doen. Misschien moeten we ook eens ja. We hebben natuurlijk wel al eens een keer de, de, de het is ook een uitvinding om de lopende band voor een auto te construeren. Dat is ook een uitvinding. Alleen is dat een uitvinding van een collectief. Ja. Van een groep van, van, van uh, ingenieurs. Als je, dat, ja, als je dat ziet in die, in die fabriek daar in Hannover, dat, ik, dat was echt. En bovendien, dat vind ik ook zo geweldig, die fabrieken zo netjes zijn. Hè? Er ligt geen stofje op de grond meer. Eh? Het is echt. Oh. Oeh, waar fabrieken toch vies ja, roker, en, en Stoffen. En daar gaan ze met door. En dit is echt allemaal even. Ziet er even perfect uit. Er worden ook hele strenge veiligheidsprotocollen Ja, en dan moet ik zeggen dat ik ook die, die Volkswagen. Eh, elektrische bussen een ontzettend leuk ding vond om te zien. Waar zag je dat? Was dat National Geographic of zo? Nee, ik weet niet zoals als, als altijd. ben ik op zoek naar iets op YouTube. En dan krijg je daar rechts zo'n hele kolom met met gedeeltelijk mezelf erin, maar, maar ook allerlei dingen denk je hey, wat leuk, ik ga toch even kijken hoe het zit. En voordat je het weet, niet waar, zit je een half uur te koekeloeren naar iets wat je waar jij helemaal niet naar op zoek was. Ja, ja je bent in, in nood aan, ben je enorm hoeveelheid de tijd kwijt met dat internet hè? Hallo Maarten, ik vind het leuk om te laten weten dat ik tijdens mijn werkzaamheden als fruitplukker in het zonnige Australië naar je podcast luister. Hierdoor is het werk een stuk aangenamer om te doen. Ga zo door en bedankt voor alle informatie en luisterplezier, zegt Mick Hamers die 19 jaar is. Zou Maarten Australië ook nog eens een keer willen bezoeken, vraagt hij tot slot. Nou, ik sta niet te dansen omdat het zo ver weg is. Eerlijk gezegd. Het is wel, uh, kijk, als het, als het een functie zou hebben. Dus voordat ik, dat ik ga daar een reportage maken of zo over iets wat me interesseert. dan, dan is het wat anders. Dan word je ook in de watten gelegd op je reis erheen en weer terug. En, maar dat ik zelf zeggen. 14 dagen mijn vakantie ze gaan in, naar, naar, naar Canberra. nee, dat zie ik niet gebeuren. Die roze, die roze heuvel die heb ik nou wel vaak genoeg gezien. Oké. Okay. Nou, mocht je geen genoeg krijgen van deze podcast. luister dan vooral ook de vorige aflevering. Die gaat namelijk over een levensreddende uitvinding. Misschien wel de belangrijkste uitvinding van de afgelopen honderd jaar. Je vindt die podcast in je podcast app en hij staat ook in de show notes. Van die grote god, wat gaat er gebeuren? Het is het, het, is het einde. Nu die geschiedenis. Ik ben nog niet begonnen met mijn betoog of dat gekloot van die muziek begint weer. Het verhaal dat Maarten niet af kon maken bij Opeen... hoor je wel in het luisterboek Het Nut van Geschiedenis. En de vraag is, heeft die geschiedenisstudie enig nut voor de toekomst? Download het luisterboek via de link in de show notes. Na ons de zon voelt. De deluge. Hoe kijken ondernemers en de Nederlandse overheid terug op de succesvolle techbeurs CES... Je hoort het nu in de podcast Sea Level. De link staat in de show notes.